Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe shoplog. Ik heb er eindelijk weer in opgenomen en de afgelopen maanden zijn er zeker veel nieuwe items in mijn leven bijgekomen. Ik probeer best bewust te shoppen, maar ja, ik val toch ook vaak voor de verleiding en via mijn werk krijg ik ook dingen toegestuurd bijvoorbeeld. Ik focus me in deze shoplog vooral op dingen die jij nu ook nog zou kunnen vinden als je iets moois ziet. Dus een heleboel items zie je anders ook voorbij komen op Insta Stories en op Instagram. Dus zorg ook zeker dat je dat volgt, zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe outfits, nieuwe items en dat soort dingen. Vandaag even mijn parels van een supergoeie outlet op de vakantie. En een aantal fall-winter aankopen waarmee ik langzaam klaar word voor het nieuwe seizoen. Ik begin even bij de items die ik in een outlet in Spanje kocht. Ik was daar op een regenachtige dag naartoe gegaan met Jordi. En we zijn allebei niet mega shoppers of zo. Je doet mij geen plezier door me in een winkelcentrum te droppen. Maar ik wist dat er een Bimba en Lola outlet was. De reden was eigenlijk dat ik geen sportkleding bij me had en dat we dat even moesten halen. Maar ja, dat is natuurlijk wel het een en ander gescoord. Bimba en Lola is volgens mij ook een Spaans merk. Ik kom het daar in ieder geval altijd tegen en ik vind het heel leuk. En toen zag ik daar in de aanbieding onder andere deze superleuke zilveren schoentjes. Die heel erg lijken op zilveren sandaaltjes die ik helemaal heb afgedragen van Another Stories. Daar was het zilver helemaal van afgesleten. Dus daar moest eigenlijk een vervanger voor komen. En toen kwam ik deze opeens tegen. Ze waren afgeprijsd van volgens mij 119 naar 29 euro. Dus ik dacht, dit is wel een deal. Die neem ik mee. Ik vind zelf dat ze een zilver schoentje of een metallic eigenlijk bij alles past. En het is heel fijn om iets te hebben met zo'n hakhoogte voor in de zomer. Wat je gewoon de hele dag aan kan. Dan ziet het er wel iets meer dressed up uit dan een gewone slipper. Ook kwam ik tegen deze top met een pofmouw. En ja, ik zou niet weten hoe deze stof of structuur heet. Het voelt een beetje ribbelig bijna. Ik kan het moeilijk uitleggen. Maar het is niet een hele gladde stof. Het is een vrij vierkant model. En het leek mij heel tof om dit in een high-waisted broek te doen. Zodat je van die brede pofmouw naar een smalle middel gaat. En dan bijvoorbeeld een wijde pantalon aan hebt. En dit deed me dus heel erg denken aan een print uit de collectie van Rotate. Een merk dat twee meiden die ik heel graag volg op Instagram. Ik zal ze ergens in het scherm even neerzetten. Net zijn gestart. Het is precies de ruit. En dan ook met een pofmouw die ze in een van hun jurken hebben zitten. Dus ik voelde me helemaal on point. En ik dacht, dit is een mooi fashion item. Die was nog 19 euro. Dus ook echt gewoon goedkoper dan je bij een H&M of een Zara een top zou vinden. Maar echt van hele mooie kwaliteit. Dus die moest natuurlijk ook mee. Ook in deze outlet vond ik bij de Adidas winkel deze super chille zwarte sneakers. Ik was dus mijn wandelschoenen vergeten. Ik had alleen een soort fashion sneaker bij me die wit suede was. Ja, daarmee ga je natuurlijk niet lekker de bossen in Spanje bewandelen. Ik heb deze gekocht. Ze waren ook heel erg afgeprijsd. Volgens mij waren ze ooit 170 of zo. Echt heel veel. Ik vond het vrij overdreven, maar goed. En nu waren ze uit mijn hoofd 60 of 70 zoiets. En dit zit dus echt zo lekker. Ik heb nog nooit zoiets chills aan mijn voet gehad. Dit is gewoon een soort sok. Zo voelt het ook. Het is allemaal heel rekbaar. En je voelt gewoon bijna niet dat je een schoen aan hebt. Het is echt alsof je op een wolkje loopt. En wat ik heel leuk vind is deze uitvergrote achterkant. Die een beetje schuin naar achter loopt. Wat natuurlijk ook heel erg doet denken aan die hele Balenciaga stijl. Van zo'n hele uitvergrote dikke zool. Dus ik ben hier eigenlijk wel blij mee en ik had geen zwarte sneakers, dus daarom koos ik voor deze. En ik moet zeggen dat ik ze in Nederland ook al best wel vaak heb aangehad, dus een goede aankoop. Als je me een beetje volgt hier of op Insta, dan weet je dat Another Stories een van mijn favoriete winkels ooit is. Als ik daar kom, zie ik altijd wel een stuk of vijf dingen die opeens onmisbaar in mijn leven lijken. Ik vind de fits heel mooi, al zijn de broeken soms wel terecht voor mij. Maar de maten kloppen, ze zijn consistent. Ik ben echt groot fan van de kleuren en de prints en de materialen. Het is eigenlijk een soort iets meer on-trend en iets duurdere versie van H&M. En met name dan een nog iets toffe versie van de H&M Trend collecties. Eigenlijk ga ik daar elk seizoen, dus lente, zomer, herfst, winter, even naartoe om te kijken. Kan ik bijvoorbeeld drie items vinden die alles weer even naar het nieuwe seizoen tillen en die weer zorgen voor nieuwe outfit opties. Of misschien één echte eyecatcher waar ik dan niet honderden euro's in wil investeren, maar misschien 70 euro. Dus ik ben dit seizoen weer gegaan en ik heb precies dat gevonden. De trui die ik nu aan heb is trouwens ook van Another Stories. Ik kreeg hier heel veel vragen over online. Hele lekkere lange mouwen, maar wel van vorig jaar.
Maar qua truien en knitwear zitten ze echt altijd heel goed. Dus ik wist wel dat ik nog één trui wilde zoeken daar. Toen ben ik voor deze beige trui gegaan. Ik vind het een hele mooie warme kleur. En dan vooral met bijvoorbeeld een knalkleur lippenstift en een klein laag knotje zie ik het voor mijn grote oorbellen. Ik vind het ook heel modern dat hij niet een kool heeft die je om moet slaan, maar één die gewoon hierboven is afgesneden. Dus die gewoon zo om je nek zit. En het is ook weer een hele boxy fit. Dan kwam ik in het sale rack van Another Stories dit fantastische zwarte jasje tegen. Het is heel oversized. Dit is een 34, terwijl ik normaal altijd 36 heb bij hun. Maar hij heeft hele brede schouders, ook wat langere mouwen. En hij is echt heel vierkant, wat ik wel heel cool vind. Want als je daar dan een hele strakke broek onder draagt, high-waisted ook, krijg je een heel tof silhouet. Ik ben echt allergisch voor hele tuttige blazers die heel erg getailleerd zijn en heel braaf. Dus dit vind ik dan wel een hele coole tegenhanger. En je kunt deze dan ook heel tof een beetje overslaan en dan met een grote riem in de middel dicht houden. Zodat het bijna een soort top wordt. Het nadeel is dat de knoop er nu meteen van af is gevallen. Dus ik weet niet of ik jullie hem perfect kan laten zien. En ik ga dat natuurlijk ook nooit laten maken en ook niet echt zelf erop zetten. Want daar ben ik gewoon te lui voor of te druk. Dus dat is even een nadeel. Kleren moeten het gewoon doen. En anders weet ik het ook niet meer. En deze blazer, net als de eerste items die ik liet zien, zijn voor mij ook altijd wel een reminder dat je echt niet de volle pond voor iets hoeft te betalen. Als je gewoon heel erg je ogen open houdt en een beetje naar slimme plekken gaat, maar vooral ook op slimme momenten shopt, dan kun je altijd iets vinden wat echt heel mooi en tof is in de uitverkoop. Het komt er natuurlijk ook bijna weer aan, het saleseizoen. Wat ik altijd doe is meteen op de eerste dag van de sale gaan kijken. Of tweede dag, maar in ieder geval in het begin. Als er dan iets is wat ik echt heel graag wil hebben, dan kan ik dat meteen met bijvoorbeeld 30% korting kopen. Of ik doe even onderzoek en ik maak een wishlist naar items die ik wil kopen als ze bijvoorbeeld 60% zijn afgeprijsd. Dan hou ik dat gewoon een beetje in de gaten. En heel veel winkels hebben echt vaste momenten waar die volgende rondes ingaan. Dus dat kan je altijd even vragen aan iemand. Ik weet dat ze bij Zara bijvoorbeeld altijd tweede kerstdag in de sale gaan. En ik ga altijd naar de Bijenkorf sale met tweede kerstdag. Die vind ik altijd top. En dan weet ik ook dat er helemaal aan het einde, net een week nadat de laatste afprijzingen in zijn gegaan, nog 2 dagen zijn waar ze echt super, super sale doen. Dus die hou ik ook in de gaten. Zo heb ik dus met 80% korting een couturejurk gevonden vorige keer. Dus goede dingen. Ik had het er net al over dat ik dan bij een nieuw seizoen op zoek ga naar een aantal mooie basics en een paar echte eyecatchers die mijn garderobe in één keer weer helemaal trendproof maken. En een voorbeeld daarvan is dan deze jumpsuit. Je kunt ook denken, heb je je jaren 70 bank aan? Ook dat. Dit is een jumpsuit die me zo'n geweldig Charlie's Angels gevoel geeft. Hij is bordeaux rood met een bredere rib. En de rits gaat eigenlijk best wel helemaal naar beneden open en dicht. Ik doe hem vaak helemaal naar boven dicht. Vind ik cool staan. En hij heeft een riem in het midden die ook iets meer een look van zo'n jumpsuit maakt. En ervoor zorgt dat het niet lijkt alsof je een veredelde pyjama aan hebt. Want dat willen we niet. Ik weet niet meer precies hoeveel deze was, maar hij was niet goedkoop. Dus ik had eerst even na moeten denken van, ga ik dit vaak dragen? Maar toen ging ik naar Parijs Fashion Week en dacht ik, ja, die wil ik wel echt graag meenemen. Ik ga hem toch kopen. En uiteindelijk heb ik hem echt al vaak aangehad. En ik krijg dus zoveel complimenten als ik deze aan heb, dat hij het zeker waard is. Dus ik denk echt, een van de meest gecomplimenteerde items ever. Als snackje tussendoor kocht ik deze muts. Ook op vakantie, waar het dus gewoon hartstikke koud was de hele tijd, dat ik mutsen en leggings moest gaan kopen. Deze is van de H&M. Zo gezellig. En ja, wat kan ik erover zeggen? Hij is zwart, hij heeft een leuk bolletje wat zo zacht voelt. Echt alsof je gewoon een lekker konijn aan het knuffelen bent. Ik vind het heel fijn om zwarte mutsjes te hebben, want die passen bij alles. Sowieso vind ik herfst en winter eigenlijk alleen maar leuk omdat je slaapzakjassen en mutsen aan kan. Het is zo lekker. Het voelt gewoon alsof iemand je hoofd knuffelt. Dan bestelde ik op Zalando 2 items. De eerste is deze. Een joggingbroek van Adidas. Ik heb dus geen joggingbroek. Dus ik dacht, als ik nou meteen een kies die ik ook echt heel vet vind, dan kan ik die ook gewoon in outfits dragen, zeg maar. Maar deze is wel echt bedoeld om in te chillen. Ik heb 1 blauwe broek van Gunny, maar die is dan weer niet een chill joggingbroek, maar dat is echt gewoon een fashion item. Ik wilde gewoon iets waarmee als je thuis komt of op zondag en je gaat lekker wandelen en je wil eigenlijk in je pyjama naar buiten, dat je dat dan aan kan. Ik vond hem heel vet, maar ik heb niet het idee dat hij mij per se heel goed staat, omdat hij
eigenlijk iets meer fitted had mogen zijn. Hij is sowieso veel te lang voor mij, dus let daar niet op. Dus ik ben nog een beetje in dubio hierover. Ik vind hem heel cool, maar maybe not for me. Een welgeslaagd item uit mijn bestelling was deze top. Die zagen jullie ook al voorbij komen in onder andere mijn vakantievlog. En hij is van een Australisch merk voor Love & Lemons, wat echt een van mijn favoriete merken is. Het is prachtig, het is ook best wel prijzig. Dus ook in dit geval heb ik een slimme tip, namelijk als je items een hartje geeft, dan krijg je een mail als iets afgeprijsd is. Altijd handig en dat zijn deze items ook best wel vaak. Deze is uit de nieuwe collectie, maar ik had nog een tegoedbon, dus dat scheelde heel erg. En ik vind dit gewoon een perfecte top voor een avondje uit. Hij is een klein beetje bohemian, maar ook heel vrouwelijk en verfijnd. Ik vind de sluitingjes heel mooi, de kleur is heel warm, ook wel herfstig. Ik vind het een ander verhaal als dit bijvoorbeeld heel felrood zou zijn geweest, maar het is bijna dat roestintje. Dus dit is echt wel een hele mooie aankoop, ik ben er super blij mee. Ik ben op het moment helemaal fan van dit soort hele dunne, strakke, aansluitende coltruitjes. Omdat ik het heel mooi vind om naast al dit soort superwijde boxy dingen ook soms iets straks te dragen. En omdat je hiermee dus al je zomerse items een veel langer leven geeft. Want als je een toffe zomerjurk of zelfs top hebt en je doet er een heel strak, smal coltruitje onder, dan kun je hem gewoon nog steeds doordragen. Dat zie je nu ook heel veel. Zebraprint is ook een beetje de nieuwe luipaardprint. Dus waar we heel veel dierenprints, ook slang en luipaard zagen, neemt zebra nu echt wel een beetje het modebeeld over. Dus ik vind het ook wel leuk om dan één zo'n item, wat niet al te prijzig is, te kopen. Om wel met een trend te experimenteren, maar op een hele toegankelijke manier. Dan als afsluiter, als echte finale, een klapper. Ik heb namelijk iets van Celine gekocht. En ik ben echt niet een mega designer shopper. Ik denk altijd heel goed over dingen na. En ik was op vakantie en daar zag ik een hele mooie zonnebril van Celine. Die ik toen ook ben gaan passen. En zoals jullie misschien weten is Celine onlangs van het designer gewisseld. En eigenlijk is de hele koers van het merk totaal veranderd. Waarbij het eerst stond voor, ja, een soort Franse elegantie, supercoole vrouwen. En ook wel het idee dat je er in een lange donkerblauwe jas net zo sexy en mooi uit kon zien als in een jurk. Dus het was juist iets leeftijdsloos, iets cools. En nu is het echt bloedordinair geworden met metallic mini jurken en weet ik veel wat allemaal. Super dunne modellen alleen nog maar. Terwijl het daar helemaal niet voor stond. Dus er is een hele beweging die heet Old Celine. En het gaat er ook over dat als je nog iets te pakken wil krijgen van het oude Celine, waar je fan van bent, doe dat dan nu. Dus dat was een mooie stok achter de deur. En qua zonnebrillen heb ik eigenlijk altijd gewoon dingen van H&M op. En ik had één bril van Miu Miu, die ik nu een paar jaar al draag. Ik denk 4 jaar of zo. Dus ik was wel toe aan iets nieuws, wat een beetje meer volwassen was. En ik vind het wel mooi om een tas, zonnebrillen, schoenen soms ook van iets mooiere kwaliteit te hebben. Tot zover de justification. Dat jullie even weten dat ik niet gewoon willekeurig honderden euro's aan iets uitgeef. Al zou ik dat ook zelf moeten weten. Maar ik heb hier dus wel over nagedacht. En toen had ik hem op vakantie al gepast. Maar ik twijfelde nog steeds. En toen ben ik in de Bijenkorf naar de Celine counter gegaan. Toen heb ik dus deze gekocht. De brillen van Celine zijn 290 euro geloof ik. Deze in ieder geval wel. Is best wel prijzig. Maar goed, je doet hier ook wel echt een jaar of 5 of 10 mee. Je kan hem altijd laten repareren. Je hebt garantie. Dus in die zin dacht ik, nou, heb ik één mooie zonnebril die ik elke dag opdoe. Prima. Er zit ook een heel grappig hoesje bij. Een soort puffer jacket, maar dan voor je zonnebril. Zo lief. En ik vind het ook wel heel mooi dat ik een klein stukje Celine Legacy nu heb. Ik hoop echt dat het merk wel helemaal back on track raakt hierna. Maar ik vrees er eerlijk gezegd voor. En dit waren de items die ik de afgelopen maanden heb geshopt. Ik ben heel benieuwd wat jou is opgevallen, wat je leuk vindt, of je nog vragen over iets hebt, wat je nummer 1 favorite is. Vertel het me allemaal in de comments en vergeet natuurlijk niet even een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal, want er komen heel veel leuke nieuwe video's aan. Ik zie je snel weer in het nieuwe video en dankjewel. Doei!